sta hier met Huip van Leeuwen, directeur van Patisserie Uniek. Kunt u misschien wat vertellen over wat Patisserie Uniek nu precies inhoudt? Nou, Patisserie Uniek is een club van 25 banketbakkerijen die centraal producten opslaat en van daaruit gezamenlijk die producten distribueert over het hele land. De kracht van de bakkerij is eigenlijk dat we allemaal verschillende patisserieproducten vinden en daardoor een heel mooi pakket hebben. En dat is eigenlijk het unieke aan Patisserie Uniek. Allemaal verschillende producten en zijn wij met name groot in kleine producten, groot in klein gebak. Groot en klein gebak, oké. Okay. En u heeft gewoon door het hele land kleine bakkerijen en leveranciers. Ja, kleine bakkerijen zijn over het algemeen middenbedrijven die uit het ambacht komen, die vroeger ook eigen winkels hadden. Maar daar op een gegeven moment mee gestopt zijn vanwege concurrentie. Zich gespecialiseerd hebben in een bepaald of een paar bepaalde producten. Daar heel erg goed in zijn. En dat de markt op willen brengen. En dan is patisserie een uitstekend middel voor. Ja, ja dat lijkt me inderdaad ook. Heeft u misschien dan ook een paar voorbeelden van producten waarvan u zegt, nou dat zijn nu echt de specialties binnen Patisserie Uniek? In de zorg bijvoorbeeld praten we dan over de bouwsteentjes die hier staan. En easy to eat, dat zijn voor mensen die ondervoed zijn of ondervoed dreigen te raken. Daar zitten hoogwaardige grondstoffen in, met name hoogwaardig eiwit, dat ze nodig hebben om aan te sterken. En dat wordt heel goed verkocht, want mensen willen dan ook weer eten. Dat ziet er aantrekkelijk uit en dat is ook een stukje psychologie. En als ze dat zoetje krijgen, dan komen ze ook weer in het normale ritme terecht van gewoon eten. Ja. Eetlustopwekkend dus. Eetlustopwekkend, heel goed. Ja. Ja. Oké, heeft u wat is dan zeg maar weer een innovatie voor de horeca? Voor de horeca hebben we op dit moment gebak op een stokje. We kennen natuurlijk allemaal de bitterbal. Saté zit op een stokje. Maar gebak op een stokje hadden we natuurlijk nog niet.